Wij zijn absoluut tegen Wilders. Wij zijn geen haatzaaierij. Tegen haatzaaien wordt hier geprotesteerd. Daarom hebben wij een lied gecomponeerd. Want wij zijn tegen en dat is niet verkeerd. En wij zijn tegen en dat is niet verkeerd. Burgemeester, dat moet goed voelen met zoveel mensen achter u aan. Ik heb nog steeds wisselende gevoelens, want ik vind het nogal... Ja, ernstig dat je aangifte moet doen, want zo voelen we dat tegen een volksvertegenwoordiger. Maar het voelt natuurlijk wel heel warm dat zoveel mensen dat mee met ons willen doen. Wij leven in Holland, want dat is een democratisch land. Dan moeten wij toch dat wat dan tegen doen, of niet? Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen, meneer de Schrikser. U komt met een heleboel mensen bij ons. En de meeste van, in ieder geval ik en een aantal, willen aangifte doen tegen discriminatie. Waarom heeft u de moeite genomen om hier naartoe te komen? Lijkt me voor de hand liggend als burger dat je dat doet. En zo gauw je dus het idee hebt, er is iets helemaal fout hier, dan moet je even iets gaan doen. Ik vind het zo schandalig, zo laf, wat iemand, mensen uit een land weg doet. Jullie weten allemaal wat Geert Wilders bedoelt, Geert had gelijk. Dus, als je niet crimineel bent, hoef je hem niet aangesproken te voelen. Maar ik ben maar op vraag. Waarom staat u hier? Ik denk dat een tegengeluid altijd goed is in een democratie. Ik voel me gewoon al persoonlijk door aan beledigd hier.